Shit. Yo kijkers van Marcel Zij, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. We hebben hier hele schattige konijntjes zitten en zo. Die proberen wij naar onze basis te krijgen, alleen dat staat een beetje in de weg daar zo. Dus laten we dat dus even weg gaan halen. Verder wil ik het deze video over een bepaald onderwerp hebben. En dat is nou niet een onderwerp waarvan ik zeg van, hey, dat is nou een heel makkelijk onderwerp. Namelijk pesten. En voordat jullie allemaal reacties gaan achterlaten van Marcel, valt het je niet een beetje op in dezelfde periode als van als die video van David. Je hebt het gewoon gestolen van David, ik heb het wel door. Nee, dat is niet zo. Allereerst, een YouTuber kan geen patent hebben op een bepaald onderwerp. Dat kan gewoon niet. Een onderwerp kan voor iedereen zijn en niet alleen voor een bepaalde YouTuber. Dus dat allereerst. Nu dat uit de weg is, kunnen we verder gaan met de video zelf. Ja, ik had ook gewoon mijn eigen mening erover. En dat mag ook gewoon. Iedereen mag zijn eigen mening hebben over een bepaald onderwerp. En zo ook ik. Laat ik beginnen met het allereerste wat ik denk, in ieder geval. Ik gok dat als je kijkt naar de grote YouTube-kanalen, dat zeker 50% van de mensen die nu een groot YouTube-kanaal hebben in Nederland, dat die gepest zijn. Vroeger. Waarom? Nou, ik heb mezelf er ook een klein beetje op betrapt. Ik merkte gewoon dat ik, toen ik in groep 5 en groep 6 zat, vooral groep 5, dacht ik. Toen kwam ik bij een andere jongen in de klas. Ik ben niet blijven zitten, niet die jongen is blijven zitten. En we hadden allebei dezelfde interesses een beetje. Nou, oké. Dus wij dachten zo van, nou, wij moeten even wat meer... Wij zijn nu vrienden, een beetje. Want we deden steeds vaker dingen samen en zo. Niet vies gaan denken nu. Echt serieus niet doen. Want wij waren gewoon hartstikke goede vrienden. En, dat werd door mijn medeklasgenoten. Die hadden zoiets van, oeh, die jongen, die is blijven zitten. Dus we moeten niet echt bij in de buurt komen. Daar moeten we niks mee te maken hebben. En ik had juist zoiets van, nou, die jongen is hartstikke aardig. Even kijken hoe hoog die berg is hoor, trouwens. Ik had zoiets van, nou, die jongen is hartstikke aardig. Waarom wil je daar nou juist niks mee te maken hebben? En, best wel hoog. Ja, dus wij zijn gewoon, wij waren gewoon hartstikke aardig tegen elkaar. En, wij waren dus een beetje de mensen in de klas waarvan je zegt van, kijk, daar wil niemand iets mee te maken hebben. Die worden als laatst gekozen bij gym, bij dat soort dingen en zo. En dat was ook zo. Dat is geen grap. Dat was serieus zo. Dus, ja, ik vind het heel erg moeilijk hoor trouwens. Even dat je het weet. Maar wij werden inderdaad ook als laatste gekozen. En wij waren inderdaad die mensen waar niemand iets mee te maken wilde hebben. En, wij voelden ons toch een beetje buitengesloten van de rest. Want ja, inderdaad, niemand wilde met ons iets te maken hebben. Dus wij werden niet zo behandeld als de rest van de groep. Terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Want we zijn één groep, we zijn één klas. Je moet gewoon elkaar goed behandelen. En dat gebeurde dus juist niet. En dat is een beetje... Ja, dat was jammer in die tijd. Maar in die tijd heb ik niks ondernomen. Ik ben niet naar de docent toe gegaan of naar de schoolleiding of zo. Want ik durfde dat gewoon simpelweg niet. Nee, serieus. Ik durfde dat echt niet. En ik wist ook niet wat je daar tegen moest doen, zeg maar. Ik had het gewoon nog niet door. En op een gegeven moment dachten wij van, ja, wij willen veel samen doen met video en zo. Want dat vonden wij allebei heel interessant. Zo zijn wij gewoon samen filmpjes gaan maken. En toen even later kwam er een klasgenoot bij, die ook zoiets had van, hey, dit is best leuk, filmpjes maken. Zullen we dat ook eens een keer proberen om dat op school te doen? Nou, oké, prima. Dus toen hadden we samen al zoiets van, waren we inmiddels met z'n drieën. Er was een jongen die al de hele basisschooltijd bij mij in de klas heeft gezeten. En ik vond hem heel erg aardig, dus dat helpt. En hij vond mij heel erg aardig. Maar toen ik dus met die jongen
omging, die was blijven zitten. Toen was dus de rest van de klas, die had zoiets van, nee, daar moeten we niks mee te maken hebben. Ook al zat ze al een poosje bij mij in de klas. Uiteindelijk had dus één iemand, die best wel populair was, toch wel zoiets van, hey, dat is niet helemaal eerlijk, hoe wij nu bezig zijn. Dus die is toen wel weer wat meer met ons omgegaan. En dat vinden we allemaal super, vonden wij allebei heel erg leuk. En toen hebben wij dus op school een serie gestart. We hebben gewoon met ons drieën eerst maar eens een keertje gewoon een video gemaakt. En we hebben aan de schoolleiding toe gevraagd van, hey konijntje. We hebben aan de schoolleiding toe gevraagd van, ja, zouden wij de grote zaal mogen gebruiken? Om daar video's op te nemen. En dat vonden ze allemaal heel erg leuk en zo. Want ja, video's opnemen, dat gebeurde niet zo vaak in school. En er waren niet zoveel mensen die daar iets echt iets mee wilden doen en zo. Dus dat vonden ze allemaal hartstikke leuk. Dus toen heeft de schoolleiding dus gewoon een dikke ja gegeven van, hey, tuurlijk mag dat. Doe dat maar gewoon. Nou, oké, okay, prima. Dus wij deden dat. En we hebben dat steeds aan onze klas laten zien. En dat was hartstikke leuk. Toen we dat de rest van de klas ook meedoen. Zo van, jongens, kom op. Wij waren dus eerst gewoon de mensjes die een beetje zo achteraf zaten. Waar niemand echt iets mee te maken wilde hebben. En in één keer, doordat wij die video's gemaakt hebben, dan denk ik iedereen erbij. Iedereen wilde meedoen in de video's. En dat zorgde wel voor een klein beetje een, echt een gewoon, ja, motivatieboost. Een beetje meer zo van, kijk. Het kan wel. Ze vinden jou wel aardig. Kom maar, konijn. Kom maar. Kom maar. Kom maar mee. Hé, moet je niet die andere er ook in gaan drukken, hè? In het water. Kom maar. Ja, goed zo. Kom maar mee. Zo. Ja, oké. Okay. Maar goed, dus dat was voor ons al heel erg tof. Maar ja, toen kwam je bij groep 8. We waren gewoon echt een klas zo van, ja, we mogen elkaar gewoon echt. En daar had ik toen ook echt gewoon een goed gevoel bij. Dat klopte toen ook. Toen kwam je in groep 8. Iedereen nam afscheid van elkaar en je ging naar de middelbare school. Ja, volgende probleem. Je kwam weer in een nieuwe klas. Niemand kende je. En ook daar was ik weer de jongen waar die weinig vrienden had. Ik kon heel slecht vrienden maken toen. En ik had een paar vrienden toen. En die waren ook al niet de populairste. Want die zoeken elkaar juist een beetje op natuurlijk. Je bent allemaal niet echt heel erg populair. Dus dan wil je wat met... Dan wil je samen proberen om daar wel wat populairder in te worden, snap je? Dus die mensen zoeken elkaar natuurlijk hartstikke op. En dat is ook zo bij ons gebeurd. En nu heb ik het over drie mensen, of twee mensen eigenlijk, die ook regelmatig op dit YouTube kanaal te vinden zijn. En, of nou ja, regelmatig niet echt meer. Ze waren regelmatig te vinden op dit YouTube kanaal. Dan heb ik het over Ima en Joey. Ze zijn hartstikke goede vrienden van mij. Echt, serieus waar. Ze zijn echt topgozers. En ik vind dat echt... ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar ze zijn echt hele goede vrienden van mij nu. Wat ik merkte... was dat je... toen ik... Ja, ik was dus niet heel populair. Weinig vrienden, mensen wilden met mij echt te maken hebben. En zo die, ik had weinig contact met mensen... En toen ben ik een YouTube-kanaal begonnen. Ik weet niet of dat daar ook een beetje mee te maken had. Dat was gewoon een impuls volgens mij dan zo. En dan kom je in één keer achter zo van, ja, ik heb eigenlijk weinig contact met mensen. Dus dan moet je maar op een andere manier proberen. Dan ga je maar gewoon een YouTube-kanaal starten en dan komen die mensen vanzelf wel. Ik denk dat dat een beetje met elkaar samenhangt namelijk. Ik weet niet of dat ook echt zo is, maar volgens mij... als je je een beetje eenzaam voelt en je hebt weinig mensen waarmee je echt wil praten. En je start een YouTube kanaal. Dan helpt dat echt. Dat merk ik ook. Ik heb dus dat YouTube kanaal gestart. Shit. Oké. Okay. Nee. Zucht. Kunnen we weer terug.
beest ook weer. Maar goed, laat ik even verder gaan over mijn onderwerp. Ik heb toen dus mijn YouTube-kanaal gestart en daar kijk ik nu nog steeds naar. Dat is hetzelfde kanaal nog. En in één keer, mijn klas wist nog van niks. Ik had niks tegen mijn klas gezegd, behalve dan die vrienden van mij natuurlijk. Die wisten dat wel. En die hele klas die zat dus zo van, die kwam er in één keer achter. Ze kwamen achter dat ik een kanaal had en ze kwamen achter mijn video's en zo. En toen in één keer had ik dus een heleboel mensen die zaten zo van, hé, maar Marcel, die is eigenlijk een best toffe gozer. Dus sinds die tijd heb ik veel meer contact gewoon met de rest van mijn klas. En dat helpt dus echt. Dus het is niet zo van, hé jongens, kijk mij nou populair zijn of zo. Of dit kanaal is een poging tot populair worden, alleen het lukt toch niet. Zo is dat echt niet, jongens. Het is echt puur dat ik dit kanaal begonnen ben omdat ik het leuk vond. Dat allereerst. Ik vind het echt heel erg leuk om dit te doen. Maar inderdaad ook wel een klein beetje omdat ik toch wel iets merkte van contact met andere klasgenoten. Wat ik daar een beetje, ja, waar ik mij een beetje buitengesloten voelde. En dat was echt zo. En ik hoop ook dat ik, als je echt gepest wordt, stuur gewoon een reactie naar mij. En dan kunnen we het er samen eens een keertje over hebben of zo. Ja, ik weet het ook niet. Want ik ben hier ook heel slecht mee omgegaan, hoor. Ik had veel meer actie moeten ondernemen en zo. Dat je gewoon minder buitengesloten wordt. Dit was, hoe ik het heb gedaan, was ook gewoon echt niet goed. Dus als ik jullie één tip mag geven. Praat echt gewoon met je ouders hierover of met schoolleiding of zo als het op school gebeurt. Maar doe in ieder geval iets en ga niet zoals ik gewoon niks doen en wacht maar af, zeg maar. Bij mij is het inmiddels goed gekomen, dat wel. Want ik ben inmiddels, heb ik echt een hele goede klasse. We zijn echt gewoon beste vrienden met elkaar, allemaal. Maar ja, kijk, je begint je op een gegeven moment begin je toch een beetje te vervelen en zo. Want ja, je wil, je gaat niet zoveel met andere vrienden om. Ja, je hebt er niet zoveel. Dat was het punt een beetje. Dus je verveelt je. En dan ga je een YouTube kanaal maken, zodat je toch een beetje jouw verveling kwijt kan. Want ja, ik ben nu heel erg veel bezig met video. Dat is heel erg leuk. Ik vind het echt heel erg gaaf om te doen. Nou ja. Ben ik dus ook al echt gewoon een hele poos mee bezig. Met video in het algemeen. En dat zou je echt niet zeggen van mij. Maar ik ben er echt al een poosje mee bezig. Ik stond echt bij mij in de klas toen ik echt onbekend van, ja, als je hem hebt, dan heb je een goede video. Dat was ook met bio eens een keertje. Moesten we een bio filmpje maken. Over waar was het ook weer over? Oh ja, je had een project over orgaan. Elk groepje had een orgaan gekregen. En dan moest je dan een spel bij bedenken. Je moest opdrachten uitvoeren. En je moest een video maken daarover. Nou, oké, okay, prima. Iedereen had gewoon een videootje gemaakt. En het enige waar ik naar keek was de kwaliteit. En niet zozeer naar de inhoud, maar puur van, hey, hoe is het bewerkt? Nou, daar kijk je als YouTuber vaak meer tegenaan. En dan denk je echt van, ja, kom op jongens, dat is al veel beter gekend. Had je zo kunnen doen. Toen dacht ik zo van, nee Marcel, nu moet je ophouden, want je hebt al meer ervaring. En die hele klas die zat ook al zo van, ja, maar ja, mevrouw, dit is toch niet eerlijk, ze hebben Marcel, dat kan toch niet? Die gasten hebben vet goede video, want ja, Marcel heeft een YouTube kanaal en die weet hoe die moet bewerken en zo, dus dat was ook wel weer een beetje zo, waarvan ik echt heel erg moest lachen. Zo, kijk, dat is toch nog ergens goed voor. Maar ja, het is gewoon een iets waarvan je hoopt van, ja, dat het jou nooit overkomt. Stiekem is het bijna iedereen wel overkomen. Dus ja, ik hoop echt zeer zeker dat het jou niet overkomen is en dat jij ook niet hebt gepest. Want ja, het is gewoon iets wat niet klopt. Je moet het gewoon niet doen. Je gunt het echt niemand. Dus ja. Dat een beetje.
Dat was een beetje het onderwerp waar ik het over wilde hebben. Volgende onderwerp. Die rotkonijnen die zijn nou ook alweer dood, hè? Serieus. Die beesten die springen de hele tijd heen en weer. En toen dachten ze van, hé, laten we van een grote berg gaan springen. En een keer zo plop, dood. Gezellig. Ja. Ze moeten nieuwe konijnen zoeken, alleen die beesten die zijn nergens. Rotkonijnen. Waarom kwam ik ook op het idee om een konijn te nemen? Ik wil gewoon één konijn. Nee, twee. Twee, anders kan ik geen kleintjes maken. Vieze jongen was ze. Nee, geef me gewoon een konijn. Kom op. Waarom zijn die beesten zo ontzettend moeilijk om mee te nemen? Zo moeilijk kan het toch niet zijn om een konijn te halen? Echt serieus. Dan was ik bijna ingevallen. Kom op. Kom op, jongens. Die beesten kunnen overal spawnen. Ja. In elke biome. En ik ben er in deze hele wereld nog maar 4 tegengekomen. 4 konijnen. In de hele wereld. Nou, dikke doei. Ik ga wel weer naar huis toe. Ja. En dan, Marcel, wat wil je daarmee bereiken? Ik heb geen idee. Ik heb echt totaal geen enkel idee. Maar wat ik wel weet, is dat we dat de volgende video gaan doen. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk op het duimpje omhoog als jij dit een inhoudelijk een goede aflevering vond. Ik hoop het wel. En ik hoop ook dat jullie hier een beetje... ik hoop niet dat je hier zelf in herkent. Maar meer dat je zoiets hebt van... Ja, Marcel, dit heb je toch wel goed verteld. Want het was voor mij echt niet makkelijk om dit te vertellen. Ook omdat ik natuurlijk niet de enige ben die het overkomen is... die ik genoemd heb in deze video. En ik zat echt te twijfelen of ik dat van die anderen ook wel moest vertellen. En ik heb het uiteindelijk toch wel gewoon gedaan. Zonder dat zij er vanaf wisten. Maar ik denk op zich... Dan zijn die mening wel een beetje delen. Toch? Jawel. Nee, maar goed. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog. Druk op het knopje abonneren. Delen hoeft van mij dit keer niet eens. Gewoon, het hoeft niet. Als je maar een beetje laat merken van... Hey Marcel, goed gedaan. Dat zou ik echt super tof vinden als jullie dat even willen doen. Dus bedankt voor het kijken. En Kipje zegt ook doei. Tot later jongens.